Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een verzoek gedaan aan het Openbaar Ministerie voor toestemming om illegale vissersboten te kunnen vernietigen. Landbouwminister Prelaat Seudin sprak reporters gisteren hierover voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman stelt dat het nu wachten is op de goedkeuring van het verzoek, zodat er effectief opgetreden kan worden. En daar ben ik nog wachtend op een antwoord van het Openbaar Ministerie. Want je moet nu acties laten zien aan de Europese Unie. Wat heb je gedaan in het kader van de illegaliteit? Het is nu illegale visserij. Maar de kans is groot dat er ook heel wat andere zaken illegaal plaatsvinden. En deze zijn die haarden waarover we praten, van waar zaken fout gaan of fout kunnen gaan. En zo zijn er een reeks van maatregelen. Binnenkort gaan we het bekendmaken. En ze willen het zien in een timeline van een, wat ga je doen, wanneer ga je het doen, wie zijn de andere partijen die je erbij betrekt. Ik heb nu al een contract met Kustwacht, die tot eind dit jaar 12 afvaarten zouden hebben. Seudin merkt verder op dat hij met zijn collega van Defensie heeft gesproken. Het resultaat is dat de USS Barracuda, de legerboot van het ministerie van Defensie, zal worden ingezet voor patrouille en handelen bij ongerieven.